Beste zangers van het kerstnachtkoor, we gaan starten met ons project Stille Nacht. Voor de zangers die misschien toevallig op deze video terechtgekomen zijn en mij niet kennen, even een kleine introductie. Ik ben Erik-Jan Joosen, de kantororganist van deze mooie Amstelkerk in Oudekerk aan de Amstel. En in deze kerk hebben we al jarenlang een projectkoor, het kerstnachtkoor, waarin we in een aantal repetities stukken zingen en repeteren, die we in de kerstnachtdienst in deze kerk gaan uitvoeren. Het zou dit keer, kerstnachtkoor 2020, de 20ste jaargang zijn. Maar iedereen weet het, het loopt anders. We kunnen hier niet komen om te repeteren en we kunnen niet samen zingen, niet in de dienst, maar ook niet met repetities. Maar ja, als jullie nou niet naar de Amstelkerk kunnen komen, dan kan ik wel naar jullie komen. En vandaar dat kleine idee om een projectje te maken met het lied Stille Nacht. Wat gaan we doen? We krijgen in deze eerste video de oefenvideo per stemgroep. Ik ga straks naar de piano en per stemgroep komt een aparte video, zodat we onze eigen stem fantastisch kunnen gaan zingen, overtuigend en zingend als nachtegaaltjes of merels of zoek een mooie vogel uit. We gaan ermee starten. Heel veel plezier. Ik loop alvast naar de piano. Beste bassen, van harte welkom vanuit de Amstelkerk bij de oefenvideo van het Stille Nacht. Wat gaan we doen? We gaan onze baspartij studeren. Dat hebben we ooit wel eens met midietjes gedaan en zo, maar zingend is dat eigenlijk nog leuker. En dit geeft toch een beetje dat wij-gevoel wat we wel kunnen gebruiken deze tijd. Ik ga de baspartij spelen, ik zing ook wat mee, maar ik ben zo verschrikkelijk blij dat jullie thuis meezingen, want mijn baspartij is niet zo sonor als ik zou wensen. Dus jullie horen vooral piano en wat zingen daarbij. We beginnen gewoon simpelweg met het eerste couplet. Meteen met tekst, want dan weten we nog makkelijker waar we zitten wat de noten betreft. Onze eerste noot begint daar. 1, 2, 3. Stille nacht, heilige nacht, Davids zoon lang verwacht, we hebben heel veel herhaalde noten en als we het ritme goed hebben, dan gaat er al een heleboel vanzelf. Een paar kleine dingetjes over dit eerste couplet. We beginnen met Stille Nacht. Heilige Nacht. En dan is het mooi om even door te zingen. Davids zoon lang verwacht. Dat geeft die mooie breedte en stroming aan de klank. Nou hebben wij in de tweede helft van dit gedeelte de meest leuke partijen misschien. Althans, we hebben zo'n mooi loopje. Bij het wordt geboren in Bethlehem stal. En straks geldt datzelfde ook een loopje bij hier. Nou, we zingen daar dus dit, hè. Wordt geboren in Bethlehem stal. Heiderschap zullen Nou zou je dat loopje bij stal ook zo kunnen zingen. Het is wel lekker. Ja, ik kom er zo meteen op terug. Wordt geboren in Bethlehem stal. Ja. Misschien deugt het wel een beetje, want ik zie van die herders die even een stal in elkaar getimmerd hebben. Maar het is toch wel mooi om het een beetje subtieler te maken. Dus wat het mooiste klinkt, dat is om met die stal de volgende noten een beetje zachter te maken.
gaan we straks proberen. Met die A-klank en straks ook met die heer van de schepselen heer, zingt het het mooiste als de klankkleur, de klank, de vocaal hetzelfde blijft. Merken we mooi op bij dat heer. Heer schepselen heer. Nou, je ziet het wegzakken, maar je hoort het ook wegzakken. Als we de vocaal E en de snoet hetzelfde houden, dan klinkt het al mooier. Heer schepselen heer. Nou, dat is voor de buren die nou aan het zingen zijn ook veel leuker. We gaan bij dat woord geboren nog een keertje starten om te kijken hoe het dan is als we een beetje terugnemen in die klank en die vocaal hetzelfde blijven houden. 2 en 3. Wordt geboren in Bethlehem stal. Heider schepselen hier. Zo gaat hij alle coupletten eigenlijk hetzelfde. We kijken wel even naar het derde couplet. Want bij dat amen gode zij eer, amen gode zij eer, maken we achter die eerste eer even een pauze en dan gaan we daarna verder. Dat heeft als prachtig effect als we dat met het koor zouden zingen hier, dat je zo mooi die galm van de kerk hoort en dan in die rust weer verder gaat. We gaan dat even starten vanaf dat amen gode zij eer. 1, 2, 3. Amen, gode zij eer. Amen, gode zij eer. Nou, dan zul je zeggen, ja, ik heb er niks van gehoord. Want ja, we zongen een beetje alleen. En die galm die ik zo leuk had aangekondigd, die zat er niet bij natuurlijk. Dat hoor je al een heel klein beetje beter als ik vanaf datzelfde moment nog een keertje start, maar dan de koorpartij even vierstemmig meedoe. Onze noot zit hier, 2 en 3. Amen, gode zij. Andere manier, als ik hier ben aangekomen, komt er regelmatig een klok voorbij. Ja, dat is in de Amstelkerk om het kwartier, dus je maakt een redelijke kans dat je het meemaakt. Wat gaan wij doen? We gaan straks alle drie de coupletten zingen, maar we gaan nog iets vooraf doen. We gaan namelijk, voordat we het eerste couplet zingen, een coupletje neuriën met elkaar. En dat doen we op de N van de Nicolaas, dat geeft een hele mooie lichte klank. Maar in dat neuriën is het een beetje vreemd als je veel dezelfde noten hebt om dan te doen. Dan zou je. Nou, de sfeer is toch wat anders bedoeld. Dus wat je prima kunt doen om gewoon de noot lang te blijven houden. Dus ik doe bij die heilige nacht precies hetzelfde als bij stille nacht. En het leuke is, dat mag je zelf helemaal uitproberen wat thuis bij jou het beste klinkt. We gaan het helemaal doen vanaf het begin. We krijgen 2 maten vooraf. Dan nemen we een geneuried coupletje. En dan komen onze 3 coupletten daarachteraan. Thank you.
Ik ben zo blij dat jullie met mij meezongen. Als we het zo kennen, en volgens mij klonk het fantastisch thuis, nou dan kunnen we straks later het wel op een manier doen dat we wat meer stemmen bij elkaar hebben. Dat komt later. Voor nu alvast bedankt voor het meezingen vanuit de Amstelkerk. En ik zie jullie graag een volgende keer. Dag!